De ontwikkeling van de luchtvaart heeft altijd bestaan bij de gratie van mensen die gekende regels negeerden en grensverleggend onderzoek wilden doen. Sinds de jaren 60 zijn die ontwikkelingen trager gegaan. De economie kon de wetenschap niet meer bijbenen. De overeenkomst tussen wat economisch nodig is en technisch mogelijk werd bereikt. Nu we dit punt gepasseerd zijn, is luchtvaart volwassen geworden en doorgronden wetenschappers en vliegers wat de mens in de lucht kan. Toch blijft pionieren van levensbelang voor de luchtvaart. De pioniersrol in de luchtvaartindustrie is niet meer zo duidelijk te zien. The right stuff is niet zo noodzakelijk onderdeel van vliegen meer. De testpiloot is tegenwoordig een wetenschapper. Toch zijn er nog altijd mensen die nieuwe wegen zoeken om vliegtuigen te bouwen. Er is nog steeds een behoefte aan nieuwe ontwikkelingen. Terwijl passagiersvliegtuigen ontworpen worden als een auto, allemaal met hetzelfde uiterlijk en ruwweg gelijke prestaties, wordt in fabriekjes en achtertuinen de geestdrift van de eerste pioniers in leven gehouden en worden grenzen verlegd. De Mojave-woestijn in Californië. Geboorteplek van de Right Stuff en begraafplaats van velen die hun leven gaven voor de luchtvaartontwikkeling. Enorme vlakten van drooggevallen meren vormden natuurlijke vliegvelden en het isolement waarborgde geheimhouding. Hier liggen de wortels van de moderne luchtvaart. De luchtmachtbasis Edwards, thuis voor de NASA Dryden Facility. In 40 jaar hebben hier 31 X-vliegtuigen gevlogen. Maar na de X-15 zal het publiek de tel en de interesse verliezen. De experimenten worden steeds gedetailleerder en minder sensationeel. Het X-29-programma is klaar. De X-31 vordert snel. Hun werk bestaat uit het zoeken naar grotere invalshoeken voor gevechtsvliegtuigen. Sterk wetenschappelijk, maar daardoor niet minder belangrijk. Tijdens elke vlucht wordt een deel van het programma afgewerkt. Computers houden de testresultaten nauwkeurig bij. En na elke vlucht worden de vliegtuigen voorzien van nieuwe experimenten. Zelfs experts vinden het vaak moeilijk uit te leggen wat hiervan precies het nut is. De Lockheed Blackbird. Met 3 keer de snelheid van het geluid het snelste van de NASA. Het doet je terugdenken aan die roemruchte tijd van de geestdriftige jacht naar en over de grenzen van het bekende. Vliegen is ver gekomen in 90 jaar. Dankzij pioniers geleid door hun gevoel en ontdekkend door vallen en opstaan. Ook nu nog. Tijdens de zorgvuldige restauratie van een Sopwith Camel uit 1917 komen de zekerheden over prestaties, vermogen en besturen nog niet eens binnen tientallen procenten van zelfs het eenvoudigste vliegtuig van vandaag. Cole Palin uit Rhinebeck bij New York deed 25 jaar over de bouw. Hij bleef zo dicht mogelijk bij het originele ontwerp. Okay, go ahead. You can see a number somewhere. That's all hold. Okay. Now we know. Vandaag maakte Camel zijn eerste vlucht. Bestuurd door een man met het perfecte pilotengevoel. Een uitnemende testpiloot. Hij stijgt op, even onzeker over zijn vliegtuig als bij de eerste vlucht, bijna 80 jaar geleden. Mojave is een woestijnstadje. Een kruispunt van spoor en snelwegen. Het vliegveld is een belangrijke bron van inkomsten. Vliegtuigen waarvoor geen werk is, worden hier gestald. Getuigen van de crisis in de luchtvaartindustrie. Maar Mojave is vooral de trotse bezitter van het testcentrum van de burgerluchtvaart. Veel ruimte en 360 dagen per jaar goed weer maakt deze plek ideaal. In Mojave vind je in elke hangar the right stuff.
Het ontwerpen van vliegtuigen wordt door computers gedaan. Maar elke keer als een vliegtuig af is of er wordt iets veranderd, moet de praktijk het bewijs van goedkeuring leveren. Hier wordt de testpiloot van belang. Hij stelt zijn leven in de waagschaal om het vliegtuig te testen. Zo'n 10 jaar geleden ontdekten Sean en Nadia Roberts, testpiloot en ingenieurs, dat er grote behoefte was aan de opleiding van testpiloten. Ze openden de school in Mojave. Het is de enige burgerschool van dit soort ter wereld. Er komen piloten uit de hele wereld. Het programma is even zwaar als dat van de luchtmacht en de NASA. Meer dan 20% haalt het einde van de 8 maanden durende opleiding niet. Om je bij de kleine groep van testpiloten te kunnen voegen, heb je uitstekende referenties nodig. Looking for a good stick and rudder man who's got an engineering degree, an analytical mind, a disciplined pilot who can fly very precisely, can communicate and deal with engineers on an engineering level. Fly the aircraft, get the data, understand what he's doing, and be able to accurately report to the engineers what he found with the airplane. Because if there is a deficiency with the airplane, he has to be able to report it to the engineers. But if he can't understand what's really happening with the aircraft, then he cannot report on his findings. And then the problem is never going to be solved. I don't know that frequency, I was going to ask you. Bill, do you want to go from the Lake to... De piloten moeten leren het onverwachte te verwachten. Computervoorspellingen en windtunneltests hebben veel van de 50er jaren romantiek weggevaagd. Maar er blijft nog veel over dat in de praktijk moet worden ontdekt. De NTPS gebruikt een wonderlijke vloot vliegtuigen die is uitgerust voor verschillende proeven. Op die manier leren de piloten in een wisselende omgeving omgaan met het onvoorspelbare. Deze Piper Cherokee ziet er misschien gewoontjes uit, maar het besturingssysteem is een experiment en geeft hem verschrikkelijke vliegeigenschappen. Draadjes op de vleugel tonen de verstoring van de luchtstroom door de luchtremmen aan X-rolroeren. De piloot moet ze ervaren en feilloos rapporteren om te kunnen slagen. Testprogramma's zijn veel te costly, complicated en require precise engineering. Pilots and not the old kick the tires, light the fires, and jump in the airplane and go exercise. The test pilot is the leading edge of the test team. He needs to be able to manage this test team, and his job is, the responsibility is awesome. And if he makes a mistake, then the aircraft can die, the crew can die, and most importantly, the whole program can come to an end by a mistake in the cockpit. So it's an awesome responsibility for a test pilot. Hoewel er op dit moment niet veel nieuwe vliegtuigen op de markt komen, valt er toch veel te testen. Zelfs een kleine wijziging moet gewaarborgd worden in testvluchten. Motorenbouwers gebruiken oude vliegtuigen om nieuwe motoren te testen. Bestaande vliegtuigen worden aangepast. Er komen bijvoorbeeld winglets aan of er wordt een nieuw antennesysteem geïnstalleerd. Hoe klein de verandering ook is, er moet eerst een testpiloot mee vliegen om vast te stellen wat die veranderingen veroorzaken, wat het risico daarvan ook is. I don't think people will ever take out of their minds the way they see a test pilot and that it is a dangerous business. It can be very dangerous, but if you approach it carefully and you understand what happens to the aircraft, and theory is real nice, but once you get in the airplane, sometimes the airplane does something totally different. And if you're always looking for the known quantity as opposed to what's happening to the aircraft, that's where you can get in trouble. We hebben veel gewonnen in de laatste jaren, maar ook heel veel is verloren gegaan. Het aantal gewone vliegtuigen en piloten vermindert snel. Sinds enkele jaren worden er nauwelijks meer sportvliegtuigen gebouwd. De plek voor de kleine man in de luchtvaart lijkt verloren te gaan. De Experimental Aircraft Association, hier op hun jaarlijkse conventie in Oshkosh, vecht ervoor om iedereen in de lucht te houden.
If aviation doesn't have a place for the average citizen who can fly, we're going to be in big trouble. They're integral and critical to our overall aviation picture and air transportation. Omdat Cessna en Piper hun massaproductie stopten en andere fabrikanten bouwen voor een specifiek marktsegment, ontstaat er een enorme behoefte aan recht toe, recht aan koekblikken, die eenvoudig te vliegen zijn. Grote fabrieken stopten ermee omdat het te weinig winstgevend was en er grote problemen waren rond de aansprakelijkheidsclaims van jaren geleden. Er mag dan niet meer in grote hoeveelheden gebouwd worden, men wil nog steeds wel vliegen. Men moet gewoon vliegen. Pionieren zoals in de jaren 20 en 30 moeten de gewone man terugbrengen in de speerpunt van de luchtvaart. Dus bouwen en ontwerpen mensen nu hun eigen vliegtuigen. Nieuwe bedrijven nemen het voortouw en ontwikkelen vliegtuigen die een nieuw hoofdstuk zullen vormen in de luchtvaarthistorie. The new names in aviation will not be those famous names of our forefathers of the past. The names will be coming forth from new ideas and designers. The people that developed those companies originally had vision. They were one of the little guys. De gewone man is op volle sterkte terug. Ontwerpt prachtige nieuwe vliegtuigen, ontdekt nieuwe manieren van bouwen en vult een gat in een enorme markt. I think you're going to see a multitude of builders internationally building a great variety of aircraft. And in the long run, that's going to be best for the consumer because there's going to be more choice, more innovation, and to a certain extent, the competitive pressures will hopefully keep the price as reasonable as is practical. De droom van Tom en Paul Poberesny zal waarheid worden. Ontwerpers ontwikkelen nieuwe vliegtuigen met een adembenemend tempo. De soorten variëren van de ultrasnelle Lancers tot de trage Kitfox en zelfs een supersonische privéjet. De meeste van deze nieuwe vliegtuigen kunnen thuis gebouwd worden en zijn maar weinig ingewikkelder dan het gemiddelde doe-het-zelf pakket. Vaak zijn de ontwerpen prachtig. Ze zijn futuristisch, zoals die van Burt Rutan. Zijn beroemdste ontwerp is de Voyager die rond de wereld vloog. Van zijn hand komen ontwerpen die de hedendaagse luchtvaart sterk beïnvloed hebben. To come up with something new and address a new requirement for something, you really do go back pretty much to a sketchboard and try different things. I would say having the courage to try something unusual. And then combine with the engineering knowledge of will it work, that is what's really needed. Rutan's Aries en Long Easy zijn maar twee voorbeelden van zijn meesterschap. Zijn drijvende kracht is creativiteit, een uitzondering in deze computergestuurde industrie. We spend an awful lot of money on how to analyze, but we don't spend much money on creating an environment for creativity. Much of what people do that's called design is really better called analysis. So design, I think, is something different. It needs to, you need to flush your mind of last year's model, as it were, and you need to be able to visualize load paths and visualize the flow over an airplane and understand just what it needs to do. I've been very good at taking new ideas that other people have come up with and quickly getting them into flight on a manned airplane. You know, I didn't invent winglets, we were just the first ones to fly them. I didn't invent the crescent sheared tip, which is on this airplane. So people say, gee, you know, Rutan invented that. That's not true. But we've been very good at integrating a lot of ideas and quickly flying them. Rutan's werk is gestoeld op de toekomst. De Aries is een onderzoek naar nieuwe ideeën voor goedkope, lichte gevechtsvliegtuigen. De Very Easy creëerde ruimte voor nieuwe vormen in de sportvliegerij. Een jachtvliegtuig bouwen dat door iedereen gevlogen kan worden en dat door luchtmachten niet bij tientallen, maar bij duizenden wordt besteld. Dat is de droom die vorm krijgt in de prairie van Manitoba, Canada. Somebody asked me what part would the Defender have played in the war in the Falklands. And all of a sudden, I got a cold chill in my spine. I thought, my God, you know, if the Argentinians
had just bought, instead of buying one squadron of Skyhawks, I bought 5,000 Defenders. Imagine what would have happened in the morning when that 32-ship convoy was coming from England, and they would have got up in the morning and looked over the rail, and here's 2 miles of airplanes coming, 100 aircraft. And behind that, 100 more. And behind that, 100 more. And 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 we're only the first 800. There's another 4,200 behind that. How would you defend yourself against that? Just how long do you think the Battle of the Falklands would have lasted? 20 minutes? Bob Diemert gelooft heilig dat het met gevechtsvliegtuigen de verkeerde kant op ging. En dat zijn Defender de manier waarop luchtoorlogen gevochten worden zal veranderen. Diemert is hiervan al jaren overtuigd. Hij bouwde een prototype dat een enkele vlucht maakte van zijn vliegveldje in Kármán. Het was geen succes, maar hij hield vast aan zijn idee. I decided the only way to do it is with a small airplane that is very cheap to buy, that everybody can fly easily and will have in large numbers. And the key, of course, is large numbers. And that's why I started developing the Defender. The Canadian government now regard me as a threat, because if people start to listen to me, they'll soon, in 5 minutes of thinking, realize that what's going on here is a crock of baloney, and that we don't need to be spending $18 billion in the United States to be buying F-18s. We could be building airplanes here in Canada that would defend the country very nicely, thank you, without any help from anyone. Bob zelf heeft alle hulp nodig die hij kan krijgen. Om zijn ideeën te bekostigen doet hij wat onderhoud en restaureert oude vliegtuigen. Maar zijn hart zit er niet in. Het liefst zou hij al zijn tijd besteden aan zijn nieuwe ontwerp. Dat is wel zeer vernieuwend. Diebert gebruikt graag onverwachte technieken, zoals een wel zeer ongebruikelijke vleugelvorm. De Venturi rolled out flat. And all we've done here is we've taken the wing and rolled it back up again. Only halfway around, not all the way around. If you go all the way around, it cancels its own lift, because it's lifting off the top as much as it's off the bottom. So you can only use half the Venturi. So it's half of a Venturi. This is a Custer channel wing that you're looking at here. A fellow by the name of Custer was doing this already before I ever learned to fly. I got interested in that Custer wing when I bought a book one day in a used bookstore, and I was glancing through it, and I came across this thing, and I looked at that, and I said, my God, what's going on here? You know, I've been in aviation all my life, and I've never heard of this thing. And here this guy back in the days before I was even learning to fly was doing this business with the lift generated by the propellers. What beat them was that they didn't have the means. It wasn't practical in those days to do cross-shafting on these engines. That's what really beat them. And if the airplane was extremely dangerous, because if one engine quit, it was out of control right now. It would just roll. De Custervleugel kan zeer langzaam vliegen en zelfs stilhangen bij matige wind. Dat ontwerp is bewezen. Maar Diemert wil ook een nieuwe motor. De bestaande ontwerpen konden hem niet behagen. En bovenal zijn eenvoud en kostenbeheersing Diemerts uitgangspunten. Het antwoord: de vrije zuigermotor. This is the beginnings of the barrel for the free piston engine. And this is as far as I've got so far with the machining. And the principle is that it's a two-stroke air pump. Now, all it does is make air under pressure. Een heimachine bijvoorbeeld is ook een vrije zuiger. Haal de heipaal weg en laat de zuiger lucht samendrukken. And what I'm going to do with the compressed air is I will have a multitude of these cylinders. I may have whatever it takes to drive the machine, the equivalent of about 2,000 horsepower or more. I can have 12, 24, 48, any number of these things. And all they do then is they pump air into a common manifold, and that manifold goes out to both fans. These aren't propellers, these are fans, 8-blade fans. And you drive the fans from the tips, like an air turbine. De vleugel heeft zich bewezen in de jaren 50 en nu met deze knullige maar effectieve testopstelling. En de motor? Niemand weet het. Diemert lost dat eerst op voor hij aan de werkelijke bouw van het vliegtuig begint. Hij negeert zijn critici, die hem minstens wat wereldvreemd vinden. Confidence in nonsense is a requirement for the creative process. And all it means is that sometimes you have to try some things that are nonsensical.
and try a bunch of them, and then in order to set back and then down select to something that might be usable, and that's the only path to something new. I don't do all my design work on a 8-to-5 day. In fact, I do almost none of it then, on the weekends or sometimes sitting on a beach and just sit around with sketch pads rather than at a computer trying to design. En wat van het schetsblok komt, is pure kunst. I wouldn't call it an artistry because there's nothing on the airplane that's styled. If you look at this airplane, for example, the Aries, and you see the shape of the wingtips, that's not a style. That was something that evolved through millions of years in sharks, and it determined that actually it's better for induced drag than a winglet or than a common airplane shape. And sure enough, when you go out and test these things, you find that, oh, there are some improvements here. I like to look around at nature, but I don't consider myself a stylist. Ares, de Griekse oorlogsgod, is een combinatie van effectiviteit en schoonheid die je zelden in een modern vliegtuigontwerp tegenkomt. Rutan weet dat het een het andere automatisch opvolgt. Now the beauty of airplanes and the thing that intrigues me about airplanes is that something that is designed and optimized beautifully for minimum drag, high performance and good lift, these things turn out looking good too. Zijn volharding en de realistische wijze waarop hij nieuwe wegen zoekt, hebben Rutan een plaats tussen de groten der luchtvaart bezorgd. Bert Rutan's creativiteit is gebaseerd op een visie en op de wil om zijn dromen te verwezenlijken. Het profiel van een echte pionier. Bob Diemert is een vliegtuigbouwkundig ingenieur en, hoewel hij daarvoor niet is opgeleid, worden zijn gerestaureerde Tweede Wereldoorlogs gevechtsvliegtuigen zeer gewaardeerd. De bank wordt er ook blij van, maar Bob wil liever al zijn tijd besteden aan de Defender. Research is time, and time is money. And when you have to take time off to build a Hurricane or a P-40 or a Japanese Zero, that takes time. So in the past 10 years, I've done all this research that I've done on the Defender while I've been building these airplanes. So if I were to have taken and done that research all at one time, I probably could have done it in 2 years. De P-40 is voor 1,5 miljoen te koop. Dat is veel meer dan Diemert wil dat zijn Defender gaat kosten. De ideeën lijken hoogdravend, maar zijn men dat ook niet van de gebroeders Wright in de duinen van Kitty Hawk? Dus Bob Diemert zal volhouden. That I'm very seriously thinking about changing the name of the airplane from the Defender to the KISS. That's an acronym for Keep It Simple, Stupid. Bob Diemert krijgt de Defender misschien nooit echt in de lucht. Maar in zijn pioniersdromen vliegen zijn ideeën. Ze zijn misschien wat wild, maar van levend belang voor de luchtvaart. In Oshkosh komen jaarlijks duizenden bijeen om hun ideeën uit te wisselen en zich te verbazen over wat mensen met een visie en een wil hebben bereikt. Op dit kleine vliegveld in Wisconsin worden de nieuwe ideeën getoond. Zoals de Glaceers, plastic vliegtuigen met hoge snelheid, duurzaamheid en comfort. Zeer succesvol bij thuisbouwers. Om de luchtvaart sterk te houden, zullen we moeten blijven zoeken naar nieuwe wegen. De motoren zijn vuil en ouderwets. Er wordt volop geëxperimenteerd met schonere, stillere automotoren. De nieuwe luchtvaartpioniers moeten manieren ontwikkelen om vliegtuigen efficiënter, veiliger en goedkoper te maken. Dit alles om vliegen te brengen waar het hoort. In de handen van de gewone man. Maar een bijna uitgebluste vliegtuigindustrie kan niet in één handomdraai weer tot leven worden gewekt. I think it's going to take to the year 2000 before we see the finalization of our dream. I think you're going to see changes and improvements a step at a time along that period of time. But I think we have to be practical about this. You aren't going to get new manufacturers into the picture to get them to tool up, gear up and get their product out in a short period of time. It's going to be one at a time, but what they're going to show is there's a market and others will enter that market. In the meantime, you're going to see the home-built movement, custom aircraft, kit aircraft. The airplanes you see out here, the Lancers, the Glaceers, and the Kit Foxes, they're going to be fulfilling people's needs. It just means they have to spend some time building it, but it's already been proven that there's a need because they're selling airplanes literally every day here. Dus, om een nieuw vliegtuig voor een redelijke prijs te krijgen, moet je het zelf bouwen. Daarvoor moet je wel een goede doe-het-zelver zijn.
De IAA weet dat ambitie en bekwaamheid in balans moeten zijn. Dus houden ze bijeenkomsten, geven instructies en publiceren ze alle noodzakelijke informatie om zoveel mogelijk ondersteuning te bieden. People come to my home with a book. That airplane. I would like to build it, but I don't know how. After 3-4 years of encouraging and they're working, come with a beautiful airplane that they built. They did not realize they had the ability, but they had the interest. And if you have the interest and you associate with those that can help or create a motivation, it's possible. You know, we're in a society where technology has made tremendous advances, and you've seen it in the home build movement, where we went from simple steel and tube fabric airplanes to wood, sheet metal, and now to the composites. What you've seen is the aviation envelope has opened up. There's been an evolution going back to basics, and so we've seen a rebirth of the light plane. So really, we've always had the light plane, but there's been a re-interest in it, a rebirth, part of it economic. And so I think you'll always see that end of the spectrum, but the top end of the spectrum is going to continue to grow. We're going to go faster, we want to go higher, we want to do it simpler. And many of the people that come here to Oshkosh in the USA leave here, they've had a thought. Then they see what their neighbor, their friends have done. They go to many of the 500 educational forums, sit and listen, and a desire starts growing, growing. Some 16,000 airplanes built by citizens in the United States are flying today, built in attics, garages, carports, basements, because that desire. Met toewijding, bekwaamheid en hulp van je vrienden bouw je een vliegtuig. Een industrie herrijst dankzij de inspanning van duizenden thuisbouwers over de hele wereld. Weet je nog dat Bert Houtin zei dat iets dat goed ontworpen is voor grote snelheid er ook prachtig uitziet? Deze Lancairs kondigen de toekomst van de luchtvaart aan. Prachtige vliegtuigen, snel en efficiënt en zo mogelijk nog sterker en beter ontworpen als hun voorgangers. De Lancairs zijn voorbeelden van alle nieuwe ideeën, ontwikkeld door duizenden enthousiasten die geloven in de kracht van de droom. Zelfs de luchtvaartautoriteiten overal ter wereld beginnen hun verdiensten te zien. De tijden van pionieren zijn nog niet voorbij. Ze zijn nog maar net begonnen. Maar de tijden van het ontwerp dat op de fabrieksvloer in krijt werd uitgetekend, zijn lang vervlogen. Zonder pionieren staakt de luchtvaartontwikkeling. Computers, windtunnels en 90 jaar ervaring hebben een hoop risico weggenomen. Maar Cole Palin had geen idee hoe zijn gerestaureerde Sopwith Camel zou vliegen, tot hij het probeerde. Flies just fine, I guess. Like a Sopwith Camel should, but I don't really know what they fly like unless this is one. Now that I'm down, it was really a pleasure, and I didn't see any shaking too much. De luchtvaart is nog steeds afhankelijk van mensen met dromen. Door hen herstelt de kleine luchtvaart zich van de malaise der 70er jaren. Nog altijd is het vliegen voor iedereen afhankelijk van de dromen van de nieuwe pioniers.